In deze video lees ik een artikel voor uit United News, gedateerd 17 oktober 2024, met de titel Geerling Simons op bezoek in Nederland, niets gaat momenteel goed in Suriname. NDP-voorzitter Jennifer Geerling Simons heeft tijdens bijeenkomsten met sympathisanten in Nederland scherpe kritiek geleverd op het huidige beleid van het kabinet Santokki-Brunswijk. Volgens haar verloopt bijna niets goed in Suriname en ze wijst vooral op de problemen in de gezondheidszorg en de internationale positie van het land. Ook het diaspora-beleid van de huidige regering wordt door haar onder vuur genomen. In deze video ga ik dieper in op haar uitspraken en bespreek ik de politieke implicaties ervan. Deel gerust je mening in de comments. De kop van het stuk luidt, Geerling Simons op bezoek in Nederland, niets gaat goed momenteel goed in Suriname. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. NDP-voorzitter Jennifer Geerling Simons. NDP-voorzitter Jennifer Geerling Simons heeft tijdens bijeenkomsten met sympathisanten in Nederland een zeer verontrustend beeld over de huidige situatie in Suriname geschetst. Volgens haar gaat vrijwel niets bestuurlijk goed in Suriname. Dit maak ik voor het eerst mee, zegt ze over het beleid van het kabinet Santokki-Brunswijk. In verschillende toespraken bekritiseerde Geerling Simons het beleid van de huidige machthebbers, die eerder de NDP beschuldigde van falend beleid. Ze wees onder andere op de problemen in de gezondheidszorg en de slechte internationale reputatie van het land. Ze vond het ironisch dat degenen die nu aan de macht zijn, de vorige regering onder leiding van de NDP de schuld gaven van de problemen die juist nu zich aan het opstapelen zijn. Een specifiek punt van kritiek was het diaspora-beleid van de huidige regering, dat volgens Geerling Simons een downgrade is vergeleken met de resultaten onder het NDP-regime. Ze beloofde dat, als de NDP weer aan de macht komt, er meer faciliteiten zullen worden gecreëerd om de Surinaamse diaspora bij de ontwikkelingen in het land te betrekken, waaronder de mogelijkheid tot remigratie in gunstige tijden. Tijdens de bijeenkomsten werd ook de bewering van de huidige regering ter sprake gebracht dat Suriname onder de kabinetten Boutersen van de NDP geïsoleerd was. Geerling Simons ontkende deze bewering en stelde dat de situatie nu juist verergerd is. Ondanks haar felle kritiek op het beleid van president Santokki, maakte Geerling Simons duidelijk dat de NDP bereid is om samen te werken met andere partijen en groepen aan de opbouw van het land. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er een streng anticorruptiebeleid moet worden gevoerd. We gaan niemand de hand boven het hoofd houden, voegde ze eraan toe, wat de vastberadenheid van de NDP onderstreept om een verantwoorde en transparante aanpak te hanteren. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.